Een hele goede dag. We zien momenteel de markt een stapje terug doen en dat betekent dat het mooie kansen kan bieden voor altcoins. We gaan vandaag kijken naar de meest interessante altcoins van dit moment, waaronder dus Popcat, AAV, SUI, CRV en we gaan natuurlijk even kijken naar Bitcoin. Blijf dus zeker kijken, laat alvast even een like achter, vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal en dan gaan we snel van start met de video. Goed, laten we maar eens op in gaan duiken. Allereerst gaan we even kijken naar Velodata. Daar zagen we afgelopen 24 uur de nodige dingen gebeuren die wel interessant waren. Ik pak even de beginnerschat erbij van de educatiegroep. Daarin heb ik ook besproken dat er flinke volatiliteit aanstaande leek. Open interest is zeer agressief aan het oplopen. Er worden erg veel contracten op het moment geopend, zowel longs als shorts. Dat impliceert vaak gewoon enorme volatiliteit. Dat zag er dus als volgt uit. Flink agressief oplopende open interest. Spot aan het verkopen. En de funding is vrij positief. Laten zien dat het hoofdzakelijk longs zijn die aan het positioneren zijn. En vroeg of laat gaat dat prijsactie opleveren. Market makers spelen daarop in. Die proberen dat soort orders aan te vallen. En dat is ook letterlijk wat hier gebeurt. Op een gegeven moment zie je spot agressief verkopen. Daarmee worden dus die long stoploss worden getriggerd. En dan zie je dus in één keer een flinke sell-off naar beneden door al die contracten die aan het sluiten zijn. En je ziet het ook heel mooi teruglopen bij de funding rates. Die worden flink negatief. Hè? Al die longs worden eruit geknikken. Dus de balans komt weer meer terug. En op een gegeven moment hebben we dus meer balans richting de short kant. En daardoor wordt het dus op een gegeven moment rood. Dat betekent dus dat er meer mensen short zitten op dat moment. En je ziet dus dat die open interest, dus de hoeveelheid contracten die open stonden, worden heel agressief weer afgebouwd. Doordat dus die stoplossers getriggerd worden. Nou, dat hebben we inmiddels dus achter de rug. De open interest is weer vrij neutraal, is vrij laag. De funding is relatief neutraal, die is gewoon gunstig. En spot heeft nu iets van een bodem gevonden, zo lijkt het. En dus is in één keer een heel groot gevaar, wat heel veel op de loer lag, is nu geweken. En dat kan wel eens positief voor de bulls gaan uitpakken. Er moet echter nog wel een en ander gebeuren. Wat hebben we nu concreet gedaan? We hebben zelf geprobeerd twee keer long op te pikken hier in de lokale consolidatie. Zijn helaas uitgestopt. Ja, dat hoort er ook bij. We gingen voor de agressieve entry. En we hielden rekening mee dat als we terug zouden vallen in de range, dat we hier eigenlijk niet hier lokaal de high-low wilden spelen. Omdat de kans dat je dus voor die liquiditeit die je opgebouwd is, dat je die op gaat zoeken, was best wel groot. Helemaal met die mega hoge open interest van hier. En de hoge funding natuurlijk. Dus dat hebben we bewust vermijd. Nou ja, dan zie je ook gewoon dat je dus inderdaad, als je dan terugvalt, dat je kaart die flush omlaag krijgt. Daarbij hebben we natuurlijk nog wel wat liquiditeit open laten staan. Dus idealiter, als je iets van een longscalp wil spelen, wil je eigenlijk graag zien dat de lokaal die 57.753 nog een keer op gaan halen. De vraag is echter of dat gaat gebeuren. We hebben nu zoveel longs eruit gekregen. Kegeld, dat het de vraag is of bears nog in staat zijn om überhaupt in de buurt te gaan komen. Je ziet ook wel dat we potentieel weer aan het roteren zijn hier met dus een low, een high, high low en nu dus een high high. Dus we proberen al wat positieve prijsactie neer te zetten. Ik zie verder niet echt mooie long kansen. Ik zelf wacht echt op dit. En we hebben natuurlijk nog gewoon een long doorlopen, hè? Dus die loopt ook gewoon nog steeds. Maar stel dat we dus hier de low gaan ophalen op de 57.753, ben ik wel bereid om een nieuwe long scalp op te pikken. Hier zie ik nu concreet geen aanleiding om dat te doen. Ik wil niet te veel in die chop gaan zitten. En je moet natuurlijk niet vergeten, we zijn dus terug in de range gevallen. Dus er is een reële mogelijkheid dat we bijvoorbeeld hier gaan terugtesten. Hier weer zwakte gaan tonen en daarna alsnog lagere punten van liquiditeit gaan opzoeken. Dus potentieel hier en wellicht zelfs hier. Dan kijk je dus al richting de 56.052 en potentieel 54.517. Dat is wel mogelijk, dus hou er rekening mee. Dat soort dalingen kunnen nog steeds er gewoon in zitten. Maar kanttekening daarbij is wel, we hebben nog steeds niks significants verloren. En misschien denk je van ja, wat een rommelige prijsactie, wat moet ik hiermee? Maar wat je dan het beste kan doen is gewoon eventjes alles weghalen. En dan ga je gewoon even naar de naakte prijsactie kijken. En dan hebben we gisteren met de educatiegroep live sessie hebben we dat ook uitgebreid gedaan. Zodat mensen niet snel in paniek zouden raken of verward raken door de prijsactie hier.
Je moet namelijk gewoon vooral naar de grote swings gaan kijken. Deze low heeft je helemaal naar deze high gebracht. Dit is het hoogste puntje van dit lokaal stukje prijsactie. Deze high heeft je helemaal naar dit puntje gebracht. Dat is de low van dit stukje prijsactie. En deze low heeft je weer naar deze high gebracht. Wat dus het hoogste puntje is van deze prijsactie. Dus zo pak je dus de grote swings mee. Zit je niet de hele tijd hier lokaal te pielen. Want dan wordt het inderdaad heel rommelig. Maar als je gewoon kijkt naar de grote swings, dan zie je gewoon heel simpel low, high, high, low, high, high. En wat dan dus ook gelijk opvalt, is dat je dus niet die low hier verloren hebt. En dat je dus eigenlijk niet bearish hoeft te zijn. Kijk, short term heb ik ook in de educatiegroep aangegeven. Hou ik er rekening mee, omdat we dus hier die deviatie hebben gevormd. Want stel dat we nu iets van zwakte gaan zien, is het interessant om een scalper te kijken voor eventueel wat lagere prijzen. De keerzijde is natuurlijk, dus stel dat we niet de confirmatie krijgen en het blaast door, zou dat compleet logisch zijn, omdat dit dan gewoon weer de high low is en dit vervolgens een high high. Dus de constructie is nog steeds intact, dus in die zin ben ik nog steeds bullish. Maar vanuit range training perspectief mag je eventueel naar een scalpje kijken, mochten iets hoger gaan terugtesten. Nou ja, wat zou er bijvoorbeeld interessant kunnen zijn? Je hebt hier natuurlijk een supplytje liggen, die ligt op de... Even kijken, 62.200. Mochten daar iets van liquiditeit boven gaan opzoeken in deze vorm. En daarna hier sterk afwijzen, ben ik ook geïnteresseerd in een short scalpje. Anderzijds, als dat dus niet gebeurt en we gaan dus niet hier confirmatie krijgen en de zwakte tonen, maar juist sterkte en we gaan hier de reclaim maken. Ja, dan verwacht ik dat we de bodem hebben gezien. En dan ga je gewoon de weg omhoog vervolgen. Dus low, high, high, low, high, 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 low. Tot en met hier dan. Hi, 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 hello. Dan ga je gewoon verder omhoog trennen. Dus er is dus helemaal geen man overboord. Dus niks om je zorgen over te maken. En ook als we fors gaan uitzoomen, zie je ook gewoon nog steeds dat we gewoon in consolidatie liggen, jongens. Er is gewoon niet zo gek veel aan de hand. Chop. Dat is het gewoon. En je ziet dat het hier nog redelijk clean is. Maar hoe meer we richting het einde van deze consolidatiefase aan het werk zijn, hoe rommelig het wordt. Het wordt hier steeds onrustiger. Emotie, wat speelt met de mensen. Hè? Mensen die gaan hier helemaal in paniek raken. Mensen gaan hier helemaal bullies worden. Terwijl in feite zit je gewoon in die consolidatiefase. En zolang je erin blijft hangen, ben je aan het consolideren. Ben je niet aan het trenden. Hoef je dus ook niet naar 40k te kijken. Hoef je dus ook niet naar 100k te kijken. Dus gewoon stapje voor stapje. Level voor level. Nou, dus wanneer denk ik nou van we hebben echt de bodem gezien. Dat is dus als we gaan sluiten op de... daggrafiek boven de 65.041. En een eerste sterk signaal zou een candle close weer terug boven de 62.743 zijn. Dat zou een heel sterk signaal zijn als daar minimaal op de 4 uur grafiek en het liefst op de daily weer boven gaat sluiten. Dus ja, al met al zie ik dit gewoon als onderdeel van de consolidatie. We zijn niks significants verloren. We zijn nog steeds bullish. Ik kijk nog steeds omhoog. Laat je niet gek maken door die lokale prijsactie. En juist tijdens dit soort rommelige prijsactie kan het interessant zijn om wellicht wat naar altcoins te gaan kijken. Dus dat is ook gelijk een bruggetje waar we zo meteen natuurlijk naartoe gaan. Goed, gaan we kijken naar de eerste en dat is CFV. Pakken we heel even de Bitcoin chart erbij. Die hebben we gisteren ook tijdens de live sessie besproken. Waarbij ik dus keek naar het ophalen van de low om vanuit daar sterk te gaan tonen en dus weer richting de highs te gaan bewegen. Waarom keek ik daarna? Omdat we dus hier aan de bovenkant hebben de high open laten staan. Dat hebben we hier ook gedaan. Dus kun je spreken van equal highs, gelijke toppen. Waarbij de liquiditeit zowel van hier als hier ligt er nog. Terwijl aan de onderkant is nu belangrijke liquiditeit opgehaald. Dus je mag nu volgens de liquiditeitstheorie mag je verwachten dat we dus hierheen gaan bewegen. En dat kan interessant zijn, maar dat betekent dus als je nu naar de USDT pair gaat kijken, dat je er ook op kan inspelen. Ook daar zien we momenteel eigenlijk wat ik graag al wilde zien. Allereerst eventjes de setup die we natuurlijk gespeeld hebben hier. Dat was op basis van de 3 daily bullish divergence op de RSI en de Awesome Oscillator. Zijn allebei momentum indicators. We zagen hier tot 2 maal toe lower lows en higher highs in de RSI. Higher lows in de RSI en higher lows in de Awesome Oscillator. En dan krijg je dus een divergence. En normaliter zie je eigenlijk nooit gebeuren in de praktijk dat je nog een keer een low low neerzet en vanaf daar verder omhoog gaat bewegen. Dus je wil dus ook zien dat na die derde wick omlaag, wil je gewoon de sterkte gaan zien. Hoort de prijs niet nog een keer terug te komen. Dus kun je heel makkelijk je stoploss plaatsen. Want daar hoort de prijs niet meer terug te komen als je idee klopt. Dus daar ligt je invalidatie.
Hier hebben we vervolgens de entry gepakt en TP1 netjes onder de voorgaande high. En dat is de setup. Die hebben we laatst in de educatiegroep hebben die, gespeeld, gedeeld. Gewoon een call, zoals we die altijd eruit gooien, met beredenering van tevoren. Dus niet achteraf lekker makkelijk lullen van ja, dat is allemaal goed uitgespeeld. Nee, dat wordt vooraf wordt het gedeeld in de educatiegroep. Iedereen kan dat zien. En iedereen kan dus ook zien hoe het daarna mooi uitspeelt. En dat waar we de TP onder zetten, dat het onder deze high is. En dat is niet voor niets, omdat we verwachten dat daar reactie op gaat komen. Dat zie je dus ook mooi. Je loopt hier in. Je ziet gewoon hoe we de liquiditeit ophalen hier. En bam, wat doet de prijs? Schiet hij gelijk de andere kant op. En wat doet hij daarna? Zoekt hij de liquiditeit weer op aan de andere kant. In dit geval dus lokale liquiditeit. Nou, dit is waar je naar zit te kijken voor de lokale prijsactie. Dus je zou nu ook lokaal kunnen kijken naar het potentiële setup. Ik haal heel eventjes deze eventjes weg. Even een mapje aanmaken. Rename. CV. Spot. Trade. Maken we er even van. Dan staat hij altijd in de weg. En je kan het op verschillende manieren benaderen. Hè? Je kan dus ervoor kiezen van oké, we hebben de low opgehaald. Ik verwacht dat we vanaf hier omhoog gaan pushen. Stop los. Plaats hem ergens onder de low. Iets van ruimte geven. TP1 op 2R. Dat is als je het makkelijk wil doen. Dat is gewoon een potentiële setup. Hè? Low is opgehaald. Dus je verwacht nu dat we richting de high gaan bewegen. Dus je mag weer omhoog kijken. Zo kun je hem spelen. Wat je ook kan doen is bijvoorbeeld lokaal de confirmatie afwachten. Had je misschien zelfs al kunnen anticiperen. Even kijken. Want wat doe je namelijk? Lokaal vorm je bullish prijsactie in deze vorm. Low, high, high, low, high, high. Nou, dan kun je hier al gaan anticiperen op een setup. Dat je hier de marktstukje shift hebt. De MSS noemen we dat, marktstukje shift. Nou, dan kun je entry zoeken op een vorm van demand. En wij leggen altijd de entry niet op de demand, maar gewoon net even iets erboven. Dus dan zou je waarschijnlijk net gevuld zijn. Stoplosje kun je strak plaatsen als je dat wil. Als je iets meer risico wil nemen. Of onder de low, als je het gewoon meer op safe wil spelen, kun je hem zo spelen. Heeft iets meer mijn voorkeur. Maar je kan hem ook prima strakker spelen. En dan kun je dus sneller je TP pakken. Hou er wel rekening mee dat je dan ook ietsje meer risico hebt. Omdat je dus ook bijvoorbeeld nog een keer terug zou kunnen komen. Hier bijvoorbeeld vanaf hier alsnog kan gaan. Dat gebeurt ook wel eens. Dus mijn voorkeur gaat altijd uit naar onder hier. Dan heb je hier gewoon echt een ruime invalidatie. En dan heeft de prijs ook wat ruimte om te bewegen. Maar in principe is dit gewoon een mooie kans om te benutten. Ja. Die setup die ik net al deelde, hè, dus die grotere setup, die kun je dus in principe nog steeds gewoon spelen. Je kan ook gewoon je DCA'tje toepassen, hè, want ik kijk persoonlijk veel hoger op CFV. Ik kijk namelijk richting nieuwe lokale highs, in ieder geval richting de 0.37 ongeveer. Daarna kijk ik richting 0.51. En vanaf hier is dat, even kijken, 71%, 192%. En daarna kijk je toch al gauw richting dit soort targets. En dan praat je al over 300%, 330 en 430. En als we daar boven komen, zien we dan wel weer. Ja, dan kun je dan pas gaan praten over potentieel nieuwe all-time highs. Voorlopig hoeven we er helemaal niet mee bezig te zijn. Maar de risk to reward is duidelijk aanwezig. Zeker als we hier de reclaim weten te maken. En dus boven deze low gaan terugkomen. In oude prijsactie gaan terugkomen. Dan kijk je automatisch al gauw richting dit prijsblok. En dan kijk je dus echt richting veel hogere prijs. Dat is gewoon keer 3 vanaf de huidige regio. Dus risk to reward op CFV is duidelijk aanwezig. Fundamentals zijn ook gewoon goed. Dus ik vind dit soort persoonlijk dit soort kansen vind ik wel interessant om te benutten. En anders kun je altijd nog iets lager kijken richting deze demand. En die ligt rond de 0.26. Mocht er verder vragen over zijn, stel ze uiteraard gerust. Hou er rekening mee. Dit is dus wel ook deels afhankelijk van wat Bitcoin gaat doen. Hè. Dat geldt voor alle altcoin setups. Als Bitcoin door het putje gaat, ja, dan gaan al dat soort setups ook support verliezen. Dat is nou eenmaal hoe het werkt. Daar heb je dus je risicomanagement voor. En dus je stop los en je positie groter breken. Gaan we door naar AAVE. Die hebben we natuurlijk recentelijk ook al behandeld. Heeft een range break gemaakt. Heeft nu letterlijk de terugtest ook gemaakt van die range break. Van de range high op de 124.10. Hebben we gisteren met de educatiegroep live sessie ook uitgebreid behandeld en geanalyseerd. Gezamenlijk met de leden. Heb ik ook uitgelegd waarom ik dus ook zo bullish ben. We hebben hier gewoon een lange consolidatie achter de rug. En we liggen nu inmiddels al een week of 119 hierin. Dan zijn we nu uitgebroken. Dit is voor mij de range high. Heb ik mooie interactie hiermee. En hier zo, kom je eronder.
test je hem terug, beweeg je weer omlaag, haal je liquiditeit op en nu komt het dus weer boven. Het is voor mij een teken van sterkte, voor mij een teken van de koers, laat aan mij zien dat de koers omhoog wil. Heb je garantie? Nee, absoluut niet. Kan er gewoon naast zitten, daar heb je gewoon je stoploss voor. Maar de kans dat die straks echt serieus gaat loskomen is gewoon ontzettend groot. En daar wil ik graag op inspelen. Dus we hebben gewoon een langetermijn spotpositie lopen. En we hebben met de educatiegroep de afgelopen dagen een mooie nieuwe spottrade geopend op AAV. Die loopt gewoon. Die staat rond de entry ongeveer. Je had hem defensief op kunnen pikken. Sommige leden in de educatiegroep hebben dat ook gewoon gedaan. Top, hè? Niet blind alles klakkeloos overnemen. Dat is niet de essentie van de calls die we geven. Maar zelf daarvan leren dat je vervolgens ook zelf betere beslissingen kan nemen. En als je dan denkt van ja, ik wil hem wat minder agressief oppikken. Ik wil hem iets defensief oppikken. Dat hebben sommige geleden gedaan. Die hebben hem gewoon hier op zitten kopen. En die staan gelijk 10% in de plus. Dat is het voordeel als je iets defensief gaat kijken. Vanwege de range break wilde ik juist wat agressiever kijken. Maar dit ziet er gewoon heel erg goed uit. Je kan prima je DCA'tje toepassen. He, dus je kan bijvoorbeeld hier een stukje kopen, op de weg omlaag kopen een stukje bij. En nog een keer omlaag kopen nog een stukje bij. Dus je hoeft helemaal niet zo te mierenneuken hier rond deze prijsactie. En op de lage tijdsframes te gaan pielen. Als jij een basis kennis hebt van de markt en van technische analyse. En je weet globaal een beetje de belangrijkste leveltjes in kaart te brengen. Is dat toch perfect? Dan kun je gewoon rustig DCA toepassen. Lekker laagdrempelig. Hoef je niet met een stoploss te werken. Gewoon lange termijn. Investeringspositie, DCA'tje toepassen. Perfect. Als je gaat traden, altijd met een stoploss werken. Altijd positiegrootte berekenen. Dan kun je niet zomaar eventjes denken van, ah, weet je wat, hij staat onder water, ik maak er wel een lange termijn positie van. Nee, dat is niet de insteek van traden. Altijd met een stoploss werken. Nou, wat zou je kunnen doen? Stel je zit nog niet in positie, kun je dus je DCA'tje toepassen. Ja, je kan ook kijken lokaal naar het spelen van de high en low. Dat je ergens hier bijvoorbeeld hier nog gaat kijken naar een terugtestje. Kun je gewoon prima de high-low spelen als je dat graag wil. Of je kijkt nog iets defensiever. Al betwijfel ik of je die kans nog een keer gaat krijgen. Kun je hier ook nog een keer de setup spelen. Dus of hier of hier. Dat zijn allebei mogelijkheden. Dus op die manier kun je het als trader zijn en kun je het benaderen. Als langetermijn investeerder vind ik sowieso alles rond de huidige regionen interessant. Omdat letterlijk AFE met een range break bezig is. En ook we zien de fundamentals ook wel sterk verbeteren rondom AFE nu en de komende tijd ook. Er staat veel op het programma. Dus ik zie deze wel goed presteren in de aankomende periode. Ziet er goed uit. Pak nog even snel de BTC pairing erbij. Een van de redenen waarom ik ook bullish ben op AFE. Dit was in de vorige video. Het stond de prijs hier ongeveer. Toen liet ik zien van wat wil ik zien om bullish te worden. Dat was een higher high neerzetten. Pullbackje maken, eventueel een terugtestje en dan de volgende push omhoog. Wat heeft hij vervolgens gedaan? Heeft een breakout gemaakt, demand gevormd, terugtestje gemaakt en bam, hij gaat nu gelijk omhoog. Dat ziet er fantastisch uit en ik kijk ook gewoon op AVE omhoog. En ik denk ook zelfs dat we Bitcoin kunnen outperformen de aankomende periode. Mits natuurlijk wel die sterkte hier aanwezig blijft op de BTC pairing. Goed, die calls waar we het dus over hebben, die vind je dus in de educatiegroep. Je krijgt automatisch direct een melding van als we een positie aangaan. Je krijgt een melding als de entry is gehit. Je krijgt een melding als de stoploss of een take profit is gehit. Of als we bijvoorbeeld mutaties doen aan en dus de trade gaan managen. Je krijgt allemaal gewoon in de Telegram community, je krijgt er allemaal gelijk een melding van in het call kanaal. Super ideaal dus als je het graag op eigen risico uiteraard wil volgen. Daarnaast ook onze investeringen zijn in het investeringsportfolio in de online leeromgeving. Dat kun je te bekijken. Dagelijkse marktupdates, intensieve begeleiding, wekelijkse live sessies op de dinsdagavond om 8 uur. En natuurlijk de university toegang. Dat krijgen ze al binnen de educatiegroep. En voor een klein prijsje, zoals je hier ziet. Waarbij je dus naarmate je een langer abonnement kiest, ben je dus goedkoper uiteraard. Dat kun je allemaal vinden op onze website www.cryptocointalk.nl/educatiegroep. En het linkje vind je zoals altijd in de beschrijving van de video. Dan gaan we kijken naar Popcat. En Popcat ziet er nog steeds gewoon serieus goed uit. Verrassend, want het is eigenlijk een van de weinige memecoins die ik er persoonlijk goed uit vind zien. Heel veel andere memecoins zien er behoorlijk beroerd uit. En ik denk dat dat niet snel gaat veranderen de aankomende periode. Popcat is een van de uitzonderingen. En juist omdat hij zoveel sterkte laat zien, is hij dus ook heel interessant om eens naar te kijken van eventuele trade of investering wellicht zelfs. Uiteraard geen financieel advies. We hebben hier demand teruggetest. We hebben de low opgehaald. We hebben een high high neergezet. High low. Liquiditeit opgehaald. High low. High high. Dus die is gewoon stevig omhoog aan het pushen.
Nou, dan kun je op verschillende manieren kun je daarop inspelen als trader zijnde. Allereerst kun je ervoor kiezen om iets defensiever te kijken, dus hier de high low op te pikken. Dat is op de zone van 0,61 ongeveer. Wat je ook kan doen is dit agressief benaderen. En idealiter had je er nu al in gezeten, maar je kan hem nog wel spelen in principe. En dat is het volgende. Je hebt hier een high. Op een gegeven moment zak je eronder. Zou je dus een bearish retest verwachten als je echt bearish zou zijn. Dat gebeurt vervolgens niet. Je maakt hier weer de reclaim, je test hem terug en je pusht nu omhoog. Dus dan is het heel makkelijk. Dan is dit je invalidatie. Dat was je low. Daar hoor je niet meer onder te komen. En aan de hand daarvan kun je dus heel makkelijk je entry gaan bepalen en je setup gaan bepalen. Dus ja, je entry kun je dan dus bijvoorbeeld hier neerleggen. Je stoploss onder de low hier. En je TP1 op 2R. Idealiter wel onder de high. Even kijken of we dat redden. En dan kun je gewoon zo die setup spelen. Zo simpel kan het gaan. Dus je invalidatie is heel makkelijk. Want je hebt hier weer de reclaim gemaakt hierboven. Je test het terug. En nu wil je dus eigenlijk graag continuation omhoog zien. Dit is dan je stoploss. Hier ligt dan je entry. En dit is je TP1. En daarna laat je hem gewoon lekker doorlopen richting nieuwe all-time highs. Stel dat je zoiets zegt van ja, ik wil graag de setup wel iets strakker kunnen spelen. Kun je er ook voor kiezen om gewoon de orders gewoon wat lager klaar te leggen. Bijvoorbeeld hier. En hopen dat hij nog een keer terugkomt. En dan kun je TP1 veel lager leggen in deze vorm. TP2 leg je dan gewoon hier neer. En daarna laat je hem gewoon lekker doorlopen. Dus op die manier kun je een beetje daarmee spelen. Hoe lager je gaat zitten, hoe gunstiger je natuurlijk uit bent. En hoe eerder je een TP'tje kan pakken. En als je dus zoiets zegt van ja, ik vind dit te hoog en ik wil liever iets defensiever kijken. Dan kijk je dus gewoon hier toch naar setup. Of direct orders klaarleggen. Of confirmatie afwachten en dan anticiperen. Het is heel dynamisch. Je kan je eigen invulling aangeven in welke vorm je graag de setup zou willen spelen. Maar er liggen gewoon altijd kansen. En zeker als een markt zo bullish is als Popcat, is het zeker interessant om te kijken naar potentiële setups op de manier zoals ik zojuist heb beschreven. Goed. Last but not least gaan we nog even kijken naar Sui. Fundamenteel gezien ook wel een interessant project om eens in te duiken. Prijsactie technisch ook. Wat hebben we namelijk gedaan? We hebben hier een orderblok gevormd, fair value gap. Daar zijn we ingelopen. We hebben de low opgehaald. Ook op de weekgrafiek zie je dat mooi. Dat we dus die low hebben opgehaald en mooi gerespecteerd hebben. Daarna zie je de push omhoog in wekelijks supply. Wijs je ook daar weer af. En je ziet dus nu dat je tussen die twee key levels zit, waardoor je een soort van compressie aan het vormen bent. Wat we verder wel zien is dat we dus wel bullish prijsactie vormen. En dat zie je als volgt: high, low, lower high, lower low, higher high. Nu zijn we dus op zoek naar de higher low. Kan best zijn dat we die hier ergens kunnen spotten of wellicht iets lager. En vanaf daar dus weer omhoog gaan pushen. Als trader zijn, dan vind ik deze wel interessant. Beetje hetzelfde als CNV, hè? Dus even kijken. Wat we dus hier gedaan hebben, hè? Dus dat we hier ook in resistance zijn gelopen. Daarna zijn we richting de low gaan bewegen, hebben we de low opgehaald. En vanaf hier zie je mooi dat hij omhoog probeert te pushen. En waarschijnlijk gaan we vanaf hier ook weer richting nieuwe highs bewegen. Datzelfde zou ik ook graag willen zien op Sui. Ik ga niet hier al in positie komen terwijl we lokaal iets van zwakte zien, nog niet echt afremming van momentum en dat deze low nog open staat. Dus wat ik dan altijd doe is gewoon alertje plaatsen, create en dan wacht ik gewoon rustig af. En als hij dan dadelijk gehit wordt, dan ga ik daarna kijken naar een eventuele setup om daarna richting hier de lokale high te spelen. En daarna richting deze highs en veel hogere highs. Ik vind Sui prijsactie technisch er heel nice uitzien, ondanks dat het misschien rommelig is lokaal. Maar als je kijkt naar het grote plaatje, is hij best wel clean. Zou je hier kunnen kijken. Alternatief is gewoon iets lager kijken richting deze regio. Maar ik denk persoonlijk dat Sui al hoog gaat vasthouden. Ik denk dat we hier al vast kunnen houden op de 0,7982. Daar ga ik dus ook kijken naar een entry. Mochten daar de low op halen, net zoals CRV. En daarna dus die sterkte gaan zien. Goed, en dat zijn dus de altcoins die ik momenteel het meest interessant vind. Laat me vooral weten wat je van dit soort video's vindt. Moet ik ze korter maken? Moet ik ze langer maken? Moet ik meer altcoins behandelen? Of kan ik het beter wat compact houden en wat minder? Laat het vooral eventjes in de comments weten. En ook als je bepaalde altcoins graag terug zou willen zien in de volgende video, laat dat gerust eventjes weten. Voor nu wil ik je graag bedanken voor het kijken. Smash nog eventjes op de duim als je dit top vindt. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video. Laters!